kijkers, welkom bij Wij zijn van de Partij. Een nieuw programma waarin ik in gesprek ga met mensen die de Hardenberg in de gemeenteraad vertegenwoordigen of dat graag zouden willen. Wie zijn zij? Wat fascineert hen aan de politiek? En wat hopen zij daarin te bereiken? Dat zijn een paar vragen waarop ik antwoord hoop te krijgen. Ik ben Geke Lensen, gespreksleider in deze met EI. Let's go! We hebben een aantal mooie gasten aan tafel. Rechts van mij Martijn Breukeman, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Hardenberg. Naast hem Wiepie van der Veen, nummer 4 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. En links van mij Hanneke Schuurman, nummer 4 op de kandidatenlijst van 50PLUS. Die dit volgend jaar voor het eerst mee gaat doen aan de verkiezingen in Hardenberg. Welkom. Fijn dat jullie er zijn allemaal. Het is 8 uur geweest inmiddels. Koffietijd zou ik zeggen. Praat altijd wat makkelijker hè, met een kopje koffie erbij. Het staat allemaal op tafel, melk, suiker. Neem er een lekkere gangmaker bij. Jullie zijn de gangmakers bij deze eerste uitzending van Wij zijn van de Partij. In lijn met het beleid van de gemeente mag je het zelf inschenken. De gemeente, wij faciliteren net als de gemeente en de rest mogen jullie zelf doen. Martijn, om met jou te beginnen. Ja. 2010 kwam jij, dacht ik, als jongste raadslid in de gemeenteraad van Hardenberg. Dat klopt. Ik was even bang dat je die titel kwijt zou raken toen Hanneke zich aanmeldt als kandidaat voor 50PLUS. Maar ik geloof dat Hanneke net even ietsje ouder is. Helaas wel. Ja, oh, ja helaas. Ja, jammer. En je bent 20. 20, klopt. Aha, dus die titel kunnen ze hier... Net een jaar te oud wat overtrekt. Ja. Ja, jij blij, want die titel die jou. Ja. Je bent nog lang verdedigen natuurlijk. Er kan natuurlijk nog wel een mooie nieuwe titel bij komen. Is dat zo? Denk ik. De jongste wethouder misschien? Ja, wie weet. En die discussie gaan we nog voeren ook in de partij. We krijgen een nieuw college, zoals je natuurlijk zult weten. Ja. Maar goed, we gaan die discussie eens voeren. We gaan eens kijken wat de verkiezingsuitslag wordt. Of er grote dingen gaan veranderen in Hardenberg. Nou, dan moeten we eens kijken wat gebeurt met de portefeuilles, dat soort zaken. Betekent dat nou dat je veronderstelt dat het CDA ineens 4 zetels moet gaan inleveren? Of nee, nog meer? Nee. Daar gaat het voor dat het CDA gewoon weer van oudsher de grootste partij wordt. Daar zullen we zeker ons best voor doen. Ja. Alleen, je weet nooit hoe zaken verlopen. Je krijgt ook nieuwe mensen, andere partijen gaan meedoen. Wij gaan die zaken ook eens gewoon dan rustig bekijken. Maar gaan jullie echt inderdaad tot aan de verkiezingen wachten met het bekendmaken van een kandidaat voor het wethouderschap? Ja, volgens mij kun je na de verkiezingen pas zeggen of je daarvoor in de race bent. Ja, maar je kan wel zeggen of je het ambieert of niet. Nou, ik persoonlijk bedoel, ja, ook bij als partij. Ja, nee, jij persoonlijk. Nou, daar ga ik eens rustig over nadenken de komende tijd. En je hebt je nog niet gedaan? Te weinig. Te weinig? Te weinig. Vind je het erg als ik zeg dat ik het betwijfel? Nee, je mag het betwijfelen, maar ik blijf toch bij het antwoord. Ja, oké. Okay. Ja. Ik was er, al wel een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Je was er al een beetje op voorbereid. Ja, precies. Nou goed, laten we even teruggaan naar 2010 ben je begonnen. Uiteindelijk zijn we 7, bijna 8 jaar verder. Ja. Heeft de politiek je tot nu toe gebracht wat je ervan verwacht had? Meer dingen zelfs. Meer? Ja. Als je kijkt, ik begon op een 19e als raadslid. Ik was al heel jong geïnteresseerd in politiek. Vanaf groep 7 zo'n beetje, dat je van de vragenuurtjes volgt. We hebben het allemaal gelezen. Dat soort zaken. Ja. Ik dacht dat ik een jaar of 15 was, hè, de discussie rondom het buitenbad in Hardenberg. Kun je misschien ook nog wel herinneren. Ja, zeker. Nou, dan rol je zo eens ergens in. Maar dat je in 7 jaar, voor mij stond ik in het begin plek 13, met voorkeurstemmen toen ingekomen, dat je ook in een periode waarop de gemiddelde leeftijd in die raad 55 was,
Maar dat ook zeg maar, de politiek en de partijen je wel de kansen geeft om ook een stapje voor een beetje zeg maar, door te groeien, ook op zo'n jonge leeftijd. Dat, ja, maar... Maar je zegt doorgroeien, bedoel je daarmee, want je zit raadscommissies voor, bijvoorbeeld, nou ja, de rekenkamercommissie. Ja, het is inderdaad, je begint als raadzitter, op een gegeven moment mocht ik lid worden van de rekenkamer, de agendacommissie heb ik gedaan, een tijdje de oriënterende rondes voorgezeten. Ja. Nou, toen kwam in 2015 het vertrek van Dirk van der Valk, fractievoorzitter. Ja. Nou, je ook daarin door mag groeien, zeg maar. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi, ook op een jonge leeftijd. Maar wat is er nou feitelijk dan, wat jou betreft, zo leuk aan de politiek? Wat is het wat je daarin aantrekt? Het mooie van de lokale politiek is dat het echt ergens over gaat. Het gaat over concrete zaken, over een woningbouw, bedrijventerrein en wegen. Maar ook sport en sociale kant. Maar wel echt iets, want zeg maar, volksvertegenwoordiger heb je op verschillende niveaus. Gemeentelijk, provinciaal, landelijk. Maar er staat natuurlijk niks bij een inwoner dichterbij dan die gemeentelijke laag. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Het gaat om, doe zelf veel op ruimtelijke ordening. Mensen die met vraagstukken zitten over bestemmingsplannen, dat soort zaken. Om daar mee te denken, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Nou, dat vind ik gewoon. Nou ja, als we even daarbij die ruimtelijke ordening, is goed dat je dat even aanstipt, wil ik eigenlijk wel even stilstaan bij het vraagstuk van de Aldi op Mercator. Ja. Ik las daar afgelopen weken las ik daar het nodige van in de media. En het is mij toch niet helemaal duidelijk geworden wat daarin nu eigenlijk het standpunt van het CDA is. Okay. Enerzijds zeggen we... Dat hebben we ons best gedaan. Nou, probeer het nog eens uit te leggen. Die discussie speelde eigenlijk begin van het jaar was het, geloof ik, en het voorjaar dat ook... Volgens mij loopt die discussie nog steeds. Die discussie loopt nog steeds zeker, maar als het ging, hij kwam op eigenlijk uit de detailhandelstructuurvisie die we voor de zomer behandeld hebben. En toen hebben we als CDA gezegd dat we geen voorstander van zouden zijn om naar Mercator te gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Coevorden, hè, waar een aantal winkels, beide winkels, hè, zoals we het eigenlijk noemen, ja, wat dat betekent voor de leegstand in je centrum, ja, dan is dat voor ons wel echt een hele belangrijke reden om daar geen niet zo voorstander van te zijn. Maar ik dacht dat de vertegenwoordiger van de Aldi ook al met een inspraakronde in de gemeenteraad heeft aangegeven dat die situatie in Dedemsvaart toch heel anders is dan in Coevorden. Nou, wat er steeds wordt aangegeven is het feit dat enkel dan Aldi naar Mercator zou gaan. Alleen bestemmingsplannen zijn niet te schrijven op bedrijven. Je maakt een bestemmingsplan voor de functie van de ruimtelijke ordening. Ja. He, dus die is niet toe te passen op specifiek dat ene bedrijf. Als je daar detailhandel gaat toestaan... Maar volumineuze detailhandel kan toch op Mercator? Dacht ik. Een discounter kan op dit moment niet in de bestemming. Hè. Dus zou de bestemming moeten aanpassen. En dan zou er misschien iets van een wereldrestaurant bij komen, heb ik gehoord. En ik heb iets van een sport. Er zijn allerlei plannen over. Ja, maar nou, je kan het volgens wat betekent het om voor Dedemsvaart aan de rand van je kern dat te doen? Wat betekent dat voor de bezetting in je kernwinkelgebied? Daar hebben we wat zorgen over. Daar hebben jullie wat zorgen over. Maar daarmee negeer je dan ook meteen eigenlijk al die stemmen van het publiek in Dedemsvaart, van al die mensen die zeggen, alsjeblieft verplaats het naar de rand. Ja, maar kijk, dat is... Is dat dan niet een spanningsveld? Tuurlijk, maar de politiek is altijd een spanningsveld tussen het afwegen van belangen. En ik snap best wel vanuit de discount, ik zeg van nou, misschien dat zou voor ons een betere plek zijn, anders gaat het parkeren en dat soort zaken. Alleen, ja, er zijn ook natuurlijk in het verleden wel eens afspraken gemaakt van ja, wat doen we wel, wat doen we niet. We hebben ons geprobeerd te richten op een compact centrum. Daarom doe je ook bijvoorbeeld aan de Juliaanstraat Noord, probeer je wat detail weg te halen. Het plan Mercator staat wel heel ver af van dat idee. Ja, Wiepie, ik ben even benieuwd, jij komt uit Dedemsvaart, wat is jouw visie daarop als inwoner van Dedemsvaart? Kan je het met CDA eens zijn? Dat vind ik een hele pittige vraag, omdat ik hier een beetje in de dubbelpositie zit, ga ik hierop antwoorden als een inwoner of ook al vanuit het gedachtegoed van de ChristenUnie. Ik ben eerst even benieuwd als inwoner van Dedemsvaart.
Ja, als inwoner van Dedemshout vind ik dat de afgelopen 4 jaar qua detailhandel en bouw er best wel veel vooruit is gegaan. Dus daar ben ik, vind ik dat de gemeenteraad hele goede keuzes heeft gemaakt. En dat is gemeenteraad breed, CDA, ChristenUnie, maar ook de andere partijen, omdat ze daarin overeenstemmig tot een plan zijn gekomen. Dus dat vind ik heel positief. Maar ik heb me te weinig verdiept in het speciale terrein waar de Aldi naartoe zou kunnen verhuizen, om daar echt een mening over te kunnen vormen. Maar je hebt ook de petitie niet ondertekend? Nee. Die heb je die niet ondertekend wetende dat je misschien toch in die gemeenteraad zou kunnen komen? Was dat al een bewuste keuze? Nee, ik heb hem niet ondertekend omdat ik mezelf te weinig verdiept heb in de mening van de Aldi, in de mening van omwoners, in de mening van de inwoner. Het enige wat ik er nu van weet is wat ik bijvoorbeeld op Facebook voorbij heb zien komen, hè, waar de Aldi best wel actief is, waar ook een aantal inwoners actief zijn, maar dat is zo'n beperkt groepje ten opzichte van de rest. Dus voor mij is dat de reden geweest dat ik nog, zelf nog niet een petitie wel of niet ondertekend heb. Nee, precies. Ik kan me wel voorstellen dat het, ik zie er wel heil in dat we met elkaar gaan nadenken over hoe kunnen we ervoor zorgen dat winkelcentrum, de kern van Dedemshout, dat leuk blijft. Dat mensen daar naartoe willen blijven komen en dat het ook gezellig blijft om daar samen te zijn. Nou, hangt dat samen met de verhuizing van Aldi naar Mercator? Dat weet ik niet. In jouw optiek? Vind ik lastig om te zeggen. Dat is heel lastig. Weet Martijn hoe deze discussie nu verder gaat? Want de Aldi geeft het nog niet op, dacht ik. Nee, ik geloof ook van niet. Tenminste, ik zo regelmatig ook in de mailbox voorbij zie hier komen. Kijk, zij hebben toen gevraagd voor mij tijdens die detailhandelsstructuurvisie. Hè, want daar gaat het eigenlijk om de fysieke omstandigheden voor je kernwinkelgebied. Hè. Je hebt natuurlijk alle actieplannen. Ja, wat om, bedoel je daarmee? De fysieke? Het gaat om de infrastructuur. Hè, om wat doe je waar toestaan hè, dat en waar niet. Hè. Maar de gemeenteraad zegt nu, de Aldi kan best in de Julianenstraat Noord blijven. Terwijl de Aldi zegt, daar hebben we helemaal niet de ruimte om uit te breiden. Nee, maar nogmaals, ik snap vanuit de Aldi wel de wens. Ja. Alleen als je het één doet, dan moet je ook afvragen, ja, waarom doe ik dan wel iets voor de een en niet voor de ander? En als de een gaat, gaan anderen dan ook, en wat betekent dat dan? Ja, maar je kan dat dus juridisch inbouwen. Ik praat in deze dan de afvaardiging van de Aldi na. Ik weet dat in het verleden ook anderen wel eens een beroep hebben gedaan om zich daar te vestigen. En dat, ook daarop. Welke dan bijvoorbeeld? Nou, ik weet niet precies, maar ik dacht dat Jumbo ook ooit een aanvraag is gedaan. Ook om op Mercator te gaan. Ja, niet vergeten, voor mij is Aldi ook in het verleden wel eens een alternatieve locatie aangeboden. Dat is een stuk gelopen. Ja, maar is het dan een kwestie van, we hebben één keer dit standpunt ingenomen, daar is niet meer aan te... Nee. Kijk, je moet altijd, als er uit voortschrijdend inzicht situaties komen waardoor het wel kan, dan moet je daarover in gesprek gaan. Alleen, ik geef er wel heel helder aan, dat het is nog niet zo eenvoudig om zomaar te zeggen, ga daar maar heen, want wat heeft dat voor consequentie in het nasleep daarvan? Ja, precies, maar goed, er zijn wel, ik schiet me zo niet een echt voorbeeld te binnen, maar er zijn natuurlijk wel voorbeelden van te vinden, te noemen, waarin de gemeenteraad zeg maar de ene keuze wel maakt en de andere niet. Die voorbeelden, die zijn er. Precedentwerking noemen we dat altijd. Ja, dat is een mooi duur woord. Ja. Maar, nee, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Ja. Kijk, en dat vind ik ook, dat lees ik op Facebook wel eens, hè, want we zijn inderdaad heel actief op dat medium. Ja, toch wel soms wat misschien te eenvoudige weergave van hoe de situatie in elkaar zit. Ja, dan probeer ik liever, dan blijf ik liever uitleggen aan wat zijn nou zeg maar de zorgpunten daaromtrent. Ja. Maar ik schat wel in dat de discussie nog een tijdje doorgaat. Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Misschien wordt het wel, of is het al een hoofdpijndossier voor je, of valt het wel mee? Nee, dat valt op zich wel mee. Ze zijn heel actief in het benaderen van de politiek, maar dat is ook goed. Heb je die hoofdpijn dossiers wel gekend de afgelopen 8 jaar? Nou, echte hoofdpijn dossiers hebben we die gehad. Ik denk dat het AZC op zich wel een hoofdpijn dossier geweest is. Ja.
Maar ook met alle emoties die dan zeg maar, in een samenleving leven. Windmolens misschien. Windmolens hebben wel een rol gespeeld. Ja, dat, daarover gesproken, de windmolens. Ik dacht dat begin december moet de uitslag bekend zijn van onderzoek van de windversnellers. Ik dacht dat dat ook een soort projectje was van een aantal fractiegenoten van je. Ja. Hoe groot is de kans dat die windversnellers er komen in plaats van die windmolens? Is er nog hoop voor de mensen in Deemsvaart-Zuid? Nee, ja, voor mij wat besloten is, is besloten. Hè. Dus dat, dat gaat ook gewoon doorgang vinden. Alleen, het is als, we hebben ook als politiek, als, hè, als raad breed gezegd van we hebben die doelstelling groter. We hebben meer ambitie als het gaat om, om duurzaamheid. Dan moet je kijken wat zijn daar de mogelijkheden voor. En het liefst mogelijkheden die ook veel draagvlak hebben. Ja. Nou, het draagvlak bij windmolens is niet altijd even groot. Dat is, we hebben wat we al, dat is een understatement, geloof ik. Ja. Nou, die windversneller zou een optie kunnen zijn. En daar komen geloof ik in december, wat je zei, in december ook die onderzoeksresultaten van. Maar ook blijven kijken naar, naar zonne-energie, water misschien. Ja. En dat, ik geloof dat er ook nog, zelfs deze periode, nog een keer een extra avond komt voor allerlei zeg maar, initiatieven op het gebied op, van energie. Hoe staat 50 plus in dat energieverhaal? Ja, eigenlijk ook positief. Ja. Zonnepanelen zijn we voor en blauw water. De vechten bevaarbaar maken. De vechten bevaarbaar maken. Ja, ik had ook, jullie hebben, dacht ik, het verkiezingsprogramma nog niet helemaal klaar. Nee, is het concept af? Ja. Definitief, het volgt nog. Maar ik begreep ook dat jullie met name voor het openbaar vervoer naar de buitengebieden je sterk wil gaan maken. Absoluut. Speelt daarin water ook nog een rol? Je zou bijvoorbeeld kunnen denken, ik roep maar een kreet, een waterbus. Met de bus naar, met de waterbus naar Vromshoop, ja, Bergen zijn, Gramsbergen, wie weet. Is dat een idee? Het is een leuk idee, ik zal het meenemen. Ja, het is een creatief. Ja. Nou ja, goed, kijk in Deemsvaart met name, daar hebben ze het toch over om, om de vaart eigenlijk weer open te gooien. Het zal niet binnen nu en 5 jaar gebeuren, vrees ik, maar... Nee, maar ze hebben voor mij ook die plannen alles aan een klein comité vanuit de politiek gepresenteerd, zeg maar. Dat klopt. Heel aardig, ja. Of het haalbaar is, weet ik nog niet, maar het is een sympathiek idee. Ja, maar goed, omdat jullie ook openbaar vervoer en met name dan naar de buitengebieden las ik. Want wat moet je je daarbij voorstellen? Wil je dan meer buurtbussen gaan inzetten? Of, nou ja, onder andere, ik krijg een prachtig nieuw ziekenhuis. Alleen bijvoorbeeld uit Sipkelo kun je heel moeilijk komen, omdat een bus misschien een half uurtje rijdt. Ja. Ja, dan moet je gewoon heel lang wachten. En in het weekend wil je natuurlijk ook gewoon graag naar je geliefde toe, of naar vrienden, of naar kennissen die daar liggen. Ja. En dat is op dit moment gewoon niet haalbaar. Nee, maar is het dan niet als ik dat zo mag zeggen, een heel groot thema voor een lokale partij, omdat toch het openbaar vervoer eigenlijk, nou ja, gaat toch een beetje over provincie. Ik weet niet of de gemeente daar nou direct over gaat, of zie ik dat verkeerd? Nou. Misschien kan onze oude rot in het vak, zeg ik dan maar even, daar antwoord op geven. Je gaat de gemeente niet overal over, maar als je het openbaar vervoer. En ik denk dat we daar ook wel elkaar in ondersteunen als het gaat om bijvoorbeeld die spoorlijn doortrekken van Emmen naar Groningen. Ja, ik denk dat we daar als politiek heel breed achter staan. Daar moet ook flink de lobby voor. En dan natuurlijk station in Bergentheim, dat moet er komen. Dat, en het station in Deemsvaart? Ja, dat wordt een tramverbinding denk ik. Hè? Ja. Nou ja, er was toch een plan, daar is een plan voor gelanceerd toch? Is dat zo? Ja, ik dacht het wel. Ik ben een halfjaartje terug of zo. Maar het zijn hele ambitieuze plannen, geloof ik. Ja. Maar misschien is dat een item voor 50 plus. Wie weet. Wie weet. Nou ja, ik zei het even voor geen oude rat in het vak. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel een beetje zo in dit gezelschap. Althans, jij hebt 8 jaar ervaring. Ja. Deze ja, dames. In dat opzicht, Heb je nog goede adviezen voor de dames? Heb ik goede adviezen? Lees je goed in, zou ik zeggen. Dat,
die eerste 2 jaar is even wennen, want het is toch natuurlijk een rijdende trein waar je opstapt. En je hebt die eerste 2 jaar gewoon nodig om zeg maar een beetje goed in de dossiers te komen. En vanaf dan gaat het ook wel, en dan kun je lekker meedoen. 2 jaar heb je nodig. Ik denk dat wel nodig is. Ja. Ja? Ja. Want wat ik me eigenlijk heb afgevraagd, maar dat geldt voor jullie, maar misschien ook wel voor jou. Hoe kom je in zo'n partij? Hoe kom je in de gemeenteraad? Hoe is dat bij jou gegaan, Wiebie? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar in mijn geval ben ik in 2014 hadden we gemeenteraadsverkiezingen. En toen heb ik een mailtje gestuurd naar de voorzitter van het bestuur van de ChristenUnie met de felicitaties dat ze een extra zetel gewonnen hadden. Vond ik heel tof. Je was al lid van de ChristenUnie? Ik was toen nog niet lid, maar ik stemde wel op hun. En ik was ook al dusdanig betrokken dat ik goed de partijpunten las en ook echt een warm hart toe wilde dragen. En toen zag ik bij toeval op hun website staan dat ze en nog bestuursleden zochten. En eigenlijk ook wel mensen die zich betrokken voelden met jongeren. En dan doe ik natuurlijk vanuit mijn werk met jongeren actief zijn. Dus dan heb ik een mailtje gestuurd dat ik best wel eens wilde meedraaien. En daar is het eigenlijk bij mij begonnen. Okay. Dus ik heb tot dit jaar meegedraaid in het bestuur. En, vanaf 2014 al? Vanaf 2014, ja. Tot 2017 met een tussenstop van een half jaar, omdat ik toen zwanger werd en mijn kindje gekregen hebben. Dus ben ik even een half jaar tussenuit geweest. En op een gegeven moment zei een van de fractieleden van de ChristenUnie, die vroeg, joh, is het niet wat voor jou om schaduwfractielid te worden? Okay. En daar was toen de tijd nog niet voor mij, want ik had net een kind gekregen, net een gezin. En je bent wekelijks aan het vergaderen, je moet 2 wekelijks een vergadering bijwonen. En toen onze dochter 1 was, eigenlijk een paar weken daarna kwam meteen weer de vraag, lijkt het je niet wat om dat te gaan doen? En toen heb ik het eerst ook laten bezinken. Toen hebben ze vanuit de ChristenUnie een soort van proeflokaal georganiseerd. Echt heel leuk. Waar je je gewoon voor kon aanmelden. En dat was een soort van avond waarbij we samen gingen eten. En waar dingen over de ChristenUnie werden verteld. En wat we dan gingen afsluiten met een soort van mini-fractieoverleg. Dus werd je in kleine groepen opgedeeld. Ja. En daar heb ik toen aan meegedaan. En naar aanleiding daarvan dacht ik, hey, maar dit is toch wel iets waar ik mijn talenten wel voor wil inzetten. Maar is dan, heb je die politieke ambities, die betrokkenheid van huis uit meegekregen? Nee. Of waar is dat ontstaan? Nee, van huis uit. Ik kom van het platteland. Welk platteland? Friese platteland, echt zelfs de hoek van de aardappelen, zeg maar, van de klaai, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Dus echt een nuchtere Fries. 80% CDA-stemmers daar ook. Heel goed. Dus daar ben ik mee opgegroeid en thuis wel opgegroeid met het idee, als je wat te vertellen wilt hebben, ga je ook stemmen. Okay. Want je kan wel roepen, maar je moet er ook wat mee gaan doen. Ja. Dus die gedachte wel, maar daar stopt het ook. Echt, ik ken ook niemand vanuit mijn hele familie die enigszins iets politieks gedaan heeft. Nee. Maar ik was zelf als meisje van een jaar of 14, 15 denk ik. Als 12-jarige ben ik naar zo'n soort van gemeenteraadsding geweest. Dan mocht je in de gemeentekamer zitten. Dat sprak me aan en toen ik 14 was, kreeg ik een uitnodiging van de gemeente Tietjerkstradiel. Die wilde een jongerenadviescommissie starten. Aha. Of ik daar interesse in had. En daar is het bij mij gestart. Okay. Dus daar ben ik naartoe gegaan en dat vond ik fantastisch. En wat is er dan zo fantastisch aan? Wat is er leuk aan de politiek? Nou, Martijn heeft het eigenlijk best wel al mooi verwoord. Hij zegt, het mooie aan de lokale politiek is dat je echt iets kan doen. En dat vind ik zo prachtig. En dat vond ik daar ook. Hè. In die tijd, de jongerenadviescommissie was dan niet partijgebonden. Maar je kreeg dan een stuk wat voor op jongerenbetrokkenheid vroeg. En dan mocht je daar je mening over vertellen. Ja. En ik denk dat dat ook bij mij is blijven zitten. Dat je gewoon weet dat jij als inwoner van de gemeente mag meedenken, een volksvertegenwoordiger mag zijn, een controleur en een bestuurder. En, dat je ook echt iets betekent. Dus je krijgt gewoon hele specifieke vragen voorgelegd waar je gewoon over mee mag denken. Ja. Of de wethouders mag controleren. En dat vind ik gewoon heel gaaf.
Vooral daar komen we zo nog even op terug. Ja. Ik wil nog even naar Hanneke. Want hoe is dat bij jou gegaan? Hoe ben jij tot 50 plus gekomen? Het is ongelooflijk snel gegaan. Ik ben sinds 2016 lid geworden. En gelijk heel actief bezig met promotie. De website, Facebook bijhouden. Ja, toen kreeg ik de kans om op de lijst te komen. Toen zei ik, ja, dat is mijn droom eigenlijk. Ja. Vanaf de basisschool had ik al interesse in de politiek, vooral landelijke politiek. Dus ik voelde het echt op de voet. En ja, ik denk van, dit is mijn kans om mezelf te laten zien en te bewijzen dat ik dit kan. En, maar vanwaar dan die keuze voor 50 plus? Want dat zou je niet meteen... heb je niet dat beeld erbij, Partij voor 50 plus, heb je niet meteen een beeld bij van een mooi meisje van 20, zal ik maar zeggen. Nou ja, dat probeer ik dus nu te veranderen. 50 plus niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Ja. En ik hoop ja, door mij dan namelijk dat we meer jongeren aan de slag gaan binnen de politiek. Ja, en, maar waarom 50 plus? Nou ja. Wat is er dan zo belangrijk voor jongeren aan de 50 plus partij? We hebben ook bijvoorbeeld in ons verkiezingsprogramma staan een huisvesting. Het is niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren hebben daar baat bij. Vooral studenten. En ja. Je hebt ook studenten uit Groningen die naar Hardenberg komen. Je hebt ze ook uit Enschede, van de universiteit en noem maar op. Nou heb jij natuurlijk wel de politiek van huis uit met een paplepel ingegoten gekregen. Wat ik me wel heb afgevraagd is... zou je ook voor 50 plus gekozen hebben als je vader geen lijsttrekker van die partij zou zijn? Ja, absoluut. Was ik nog steeds betrokken. Ja? Ja. Dat spreekt me zo erg aan de punten en vooral ook landelijk. Ja. Geen twijfel over mogelijk. Geen twijfel over mogelijk. Absoluut niet. Dat heb ik wel van je gelezen. Want vorig jaar heb je een boek geschreven hè, over asielzoekers. Hoe is daar overigens mee gegaan met die verkoop van de boek? Is het een succes onwijs goed, geworden? Ja? Onwijs goed, ja. Okay. De eerste is uitgebracht in juli 2016. Die is meer dan 80 keer verkocht. Zo. In augustus 2016 heb ik opnieuw een boek uitgebracht over asielzoekers. Echt een verhaal, dat een meisje gaat vluchten. Okay. Een meisje van 6 jaar met haar ouders. Ja. Dat ze hele heftige dingen meemaakt. Het is gebaseerd op een echt verhaal. Ja. Van iemand, maar die is iets ouder. En dan heb ik er zeg maar, zelf mijn eigen versje van gemaakt. Ja. En inmiddels ben ik bezig met mijn derde boek. Oh, okay. En die wordt eind november, december uitgebracht. Nu dit jaar? Dit jaar, ja. En dat gaat over gedetineerden? Gedetineerden, ja. Want dat herinner ik mij nog. Ja. En, want ik had ook begrepen dat je uiteindelijk graag advocaat wilde worden. Klopt. Of heeft dat inmiddels plaatsgemaakt voor een politieke carrière? Nou ja, mijn plan is nog steeds om advocaat te worden, maar Tweede Kamerlid... Oh, echt waar? Ik wil zitten, ja, absoluut. Oh, dat is een hele goede ambitie, Martijn. Daar kan je nog een voorbeeld aan nemen. Ja, Tweede Kamerlid. Ik zou misschien eerst dan voor het wethouderschap gaan. Of werkt dat zo niet? Het toch voorbij anders, hè? Ja, je moet toch flink aan de bak om voor te blijven. Ik merk het. Ja. Altijd blijven dromen. Altijd blijven dromen. Nou, dat lijkt me op zich een hele mooie uitspraak. Dromen doen we allemaal, denk ik wel, of niet? Wiepie droomt ook van een carrière in de Tweede Kamer? Of, Nou, voor mij zit er wel echt een heel groot onderscheid tussen lokale en landelijke politiek. Ja. En ik geloof dat het voor mij vooral nu de droom is om lokaal echt te mogen dienen. Ja, want je zei net, hè, en dat zei Martijn ook, het mooie aan de lokale politiek is dat je echt wat kan betekenen. Ja. Het is een mooie uitspraak, maar ik vind hem nog een beetje abstract. Want nou, Martijn, kan je een voorbeeld noemen? Maar kan je een voorbeeld noemen? Wat heb je dan de afgelopen acht jaar concreet kunnen bereiken? Neem gewoon je eigen leven, hè, daar veranderen dingen in. Als er nieuwe wegen worden aangelegd, of als er een nieuwe woonwijk komt, of als er iets gebeurt met de gemeentelijke belastingen. Of als er, het zijn allemaal dingen die gewoon om je heen gebeuren in je dagelijks leven, waar de lokale politiek over gaat. Ja. Ik denk dat die dingen veel tastbaarder zijn dan zaken waar de Rijksoverheid over gaat. Dat is, ja, maar goed, grote lijnen. Kan je een concreet voorbeeld noemen dat je zegt van nou, dat is er nou wezenlijk veranderd in Hardenberg en daar heb ik
als politicus een bijdrage? Ja, ik denk als je gewoon de investeringsagenda alleen al bekijkt van de afgelopen jaren. Alleen hoeveel, het woord al, hè? Dat is al. Ja. Ik wil iets leuks voor bedenken. Ga je gang. Nou, daar gaan we zo over nadenken. Maar in ieder geval, als je kijkt hoeveel sportverenigingen zijn geprivatiseerd. Hoeveel er gedaan is aan kunstgrasvelden, een nieuw zwembad, een sporthal. Nou, we zitten nu hier in Gramsbergen, het nieuw multifunctioneel centrum dat opgeleverd is. In Denemstraat ook, de Baron. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen die in je eigen fysieke omgeving gebeuren, die vanuit die gemeente komen. Of in ieder geval met die gemeente samengaan. Dus die gemeente staat veel dichter bij jezelf dan je soms misschien zou denken. Ja, maar voel je dat dan als een persoonlijk succes in die politiek? Nou, gezamenlijk succes als politiek. Hmm. Ja, als. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus er zijn wel een paar dingen die mij te binnen schieten, ondanks dat ik dan nog niet in de gemeenteraad zit, die ik heel tof vind. En dat is denk ik een combinatie tussen gemeenteraad als ook partij. Wat ik bijvoorbeeld twee hele mooie initiatieven vind, is dat. Bij de vorige gemeenteraad een keuze is gemaakt om Stichting Present te ondersteunen. Ja. En dat Stichting Present ook in de gemeente Hardenberg actief geworden is. Ja. Nou, als je ziet wat die stichting in onze gemeente doet, dat is gewoon fantastisch. Hè? Mensen, wat zij doen is, zij gaan naar mensen toe die bijvoorbeeld lichamelijk beperkt zijn of al op leeftijd, die niet meer de kans hebben om hun eigen tuin leeg te ruimen of om een mooie tuin aan te doen. Het is eigenlijk Present doet wat de algemene hulpdienst een aantal jaren geleden deed. Precies, en wat een beetje weggevallen is. En ik vind het gewoon heel gaaf om te zien dat zo'n organisatie nu ook in de gemeente Hardenberg gedeeltelijk door de gemeente. Maar hoezo, wat bedoel je, wat heeft de gemeente daar dan aan bijgedragen? Financieel hebben zij een stukje ondersteund om ervoor te zorgen. Subsidie bedoel je? Ja, precies, ja, okay. Om ervoor te zorgen dat de coördinator die dat werk verricht, dat die ook daadwerkelijk een vergoeding ervoor kan krijgen en niet alleen afhankelijk is van wat de sponsors geven. Ja, maar de gemeente, laten we niet vergeten dat de gemeente, gemeentelijke subsidie is natuurlijk in principe van ons allemaal. Zeker. Hè, ja. Want als wij niet de belasting afdragen, dan houdt het allemaal op, toch? De gemeente zijn wij natuurlijk ook. Ja. En soms dan. Tenminste, vroeger dan was de gedachte nog wel een beetje dat je de inwoners had en de gemeenteraad. Dus dat er een soort van kloof zat. Maar ik geloof echt dat we samen mogen gaan kijken naar het idee dat de gemeenteraad echt gewoon de volksvertegenwoordiging is. Hey, ik woon zelf in Dedemstraat, ik ben ook een inwoner. Ja. En ik hoop ook dat straks als mijn buren een klacht hebben en de buren en de andere buren, dat ze gewoon naar mij toe komen en zeggen, nou Wiepie, ik vind dit toch wel vervelend. Kun je dat dus binnen de fractie kenbaar maken en kijken of de gemeente daar iets mee maar kan. Hoeveel, de vraag is dan, hoeveel kan je dan werkelijk bereiken? Ja. Kijk, het CDA is de grootste partij, hè, tot nu toe. Ja. ChristenUnie gaat redelijk mee. Ja, 50 plus moet zich nog bewijzen, maar gaat ongetwijfeld ook goed komen, denk ik. Goed. Maar, is overigens nog wel zeer de vraag, nou ja, jullie zullen wel de grootste blijven, maar de SGP komt er wel bij volgend jaar, die gaat meedoen aan de verkiezingen. Hoe realistisch is het dat die wat zeteltjes afsnoepen van het CDA, dan wel de ChristenUnie? Dat, ja. Hoe bang ben je daarvoor? Nou, wat zal ik zeggen? Kijk, als je kijkt naar de vorige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing, dan hadden zij geloof ik een zetel. Ze net genoeg stemmen voor een zetel. Ja, maar kan je is dat niet appels met peren vergelijken? Landelijke verkiezingen? Je kunt het moeilijk, ik heb geen cijfers die op gemeente gebaseerd zijn. Stand, hè? Dus ja, waar die zetel vandaan komt, dat. Dat staat er niet bij vermeld. Nee, dat klopt. Aan de andere kant. Ik kan me voorstellen dat die zetel niet van GroenLinks of D66 komt, als je dat bedoelt. Nee, precies. Dus ja. Het lijkt mij. En ook niet ten koste van 50 plus. Nee. Want 50 plus zou ook heel goed ten koste kunnen gaan van het CDA. Misschien. Ja, maar je weet het niet. Misschien gaan de mensen die landelijk op SGP stemmen die bij de gemeenteraad wel niet. Je weet het niet. Dat,
Nee, nou, maar goed, denk jullie... Ik dat het trouwe stemmers zijn hoor, de SGP-stemmers. Ja, nee, maar ze hebben natuurlijk voorheen nooit de mogelijkheid gehad om gemeentelijk op SGP te stemmen. Hè. Dus of die zijn weggelekt naar andere partijen, of dat ze niet gestemd hebben, ja, dat is even gissen. Ik denk zelf, wat daarin misschien nog wel eens verrassend kan zijn, is dat mensen die misschien landelijk op de PVV hebben gestemd, terecht zouden kunnen komen bij de SGP. En ik denk dat dat wel eens iets verrassends zou kunnen zijn waar we nu nog geen rekening mee houden. Omdat wij natuurlijk geen PVV hebben in onze gemeente. En ik kan daar geen uitspraak op doen op basis van cijfers. Maar ik zou ook niet weten waar de PVV-stemmers nu lokaal op zouden stemmen. En wat ik uit kennissenkringen gehoord heb, mensen die dan de landelijke... kieswijze gedaan hebben, is dat ze dan bijvoorbeeld op nummer 1 PVV en op nummer 2 SGP hadden staan. Want de SGP natuurlijk wel aan dezelfde kant zit als de PVV. Nou ja, al met al wordt het natuurlijk best wel spannende verkiezingen volgend jaar 21 maart. Want je kan wel zeggen dat de politiek in Hardenberg behoorlijk in beweging is. Als je de media een beetje volgt, er is van alles nog wat aan de hand. Er komen nieuwe partijen bij. Nou ja, een hoop heibel hier en daar. Er zijn wel wethouders die zich presenteren en vervolgens weer terugtrekken. Nou, het hele college stapt op. Hoe? Oh, je weet het wel mooi dramatisch te vertellen. Ja, dat is ook volgens mij stond het college niet op hoor. Ja, nee. Nee, kijk, politiek is altijd in beweging en waar mensen gaan, zullen ook weer mensen komen en straks hebben ze verkiezingen gehad. En dan zal er ongetwijfeld ook wel weer een rustige periode aankomen. Ja, maar het is natuurlijk ook een beetje bij de periode, denk ik. Ja, maar het is ook wel aan één kant natuurlijk hartstikke geweldig dat zoveel nieuwe, jonge mensen ook zich voor de politiek interesseren. Ja, zeker. Aan de andere kant kan je je misschien ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja... Kan dat wel, zo jong en dan volksvertegenwoordiger, je hebt daar helemaal niet genoeg levenservaring voor. Moeten die over ons gaan beslissen? Ja. Kan je je daar iets bij voorstellen dat men dat zegt? Nou ja, zeker in mijn eerste jaren kwam die vraag wel eens. Hè, als je zo jong bent en dan probeer ik me altijd gewoon om in het werk te laten zien dat het echt kan. Ja. Ja, dat leek me het beste. Gewoon aantonen. Precies. En ik geloof ook dat de gemeenteraad een afspiegeling mag zijn van de inwoners van de hele gemeente. En dat het juist mooi is als je zowel iemand in de gemeenteraad hebt die 65 is en die vertrouwen kan geven aan de mensen die zoekende zijn naar iemand met levenservaring. Als iemand van 25 die een stukje vertrouwen kan geven naar de jongeren en jongvolwassenen. Ja. Maar goed, als je die verdeling in de gemeente Hardenberg bekijkt, denk ik dat er een heleboel, de meerderheid ouderen zijn. Ja. En als ik dan nu zo'n beetje naar de kandidatenlijsten kijk, dan denk ik dat de gemiddelde leeftijd niet boven de 40 uitkomt. Of, kijk, je had in de periode 2006-2010 was er alleen maar 55 plus. De gemiddelde leeftijd was 55. Ja. Iets hoger misschien zelfs nog wel. Nou, toen had je voor mij in de eerste periode had je 3 mensen onder de 30. Dat was wel aardig. Ja. Ik denk dat we nu wel richting een wat gezondere afspiegeling afgaan. Een gezondere afspiegeling. Ja. Oké, beter. Ja. We moeten langzamerhand naar een afronding toekomen. Heerlijk hè? Ja, gezelligheid kent geen tijd, hè, zeggen ze dan. Wiepie, ik heb eigenlijk nog wel één vraag specifiek aan jou. Ja. Je komt uit Deremsvaart. Als er nou één kern in de gemeente Hardenberg is, die niet... Jullie hebben een verkiezingsprogramma, hè, Waardevol Hardenberg heet dat. Ja. Als er één kern in de gemeente Hardenberg is die niet zo blij is met Hardenberg als naam, dan is dat Deremsvaart. Hoe waardevol is Hardenberg voor jou? Ja, heel waardevol. En dan als gemeente zijnde. Ik ben natuurlijk geen geboren Deremsvaartse, dus dat gevoel dat ken ik niet zo goed. Maar de gemeente Hardenberg zelf draagt heel veel... hoe moet je dat zeggen? Daar ben ik wel heel positief over.
Maar ik snap ook wel dat de Dedemsvaartse zegt, alles goed en wel dat er bij de gemeente horen. Maar Dedemsvaart is mijn stekkie en Hardenberg blijft een andere stad. Ja, maar die discussie over de naam, hè, we willen toch een andere naam voor de gemeente Hardenberg in plaats van de plaats Hardenberg. Nou, Martijn en ik hebben daar geloof ik ook al eens een beetje over gespat in het verleden. Ja, die discussie die blijft toch telkens maar weer opkomen. Ja. Hoe serieus moeten we dat nemen? Wat vind jij daarvan? Dat Dedemsvaart daar zo over denkt? Nou, daar doe ik voorlopig geen uitspraken over. Ja, en Martijn? Nou, kijk. Het is je toen nogal kwalijk genomen dat je zei van, nou ja, het was eigenlijk niet serieus. Nou, het was een bijeenkomst met plaatselijk belang en met de middenstand. En er werd het als soort van laatste stelling gebracht. Ja. Met, misschien ook wel niet de meest serieuze ondertoon. Maar goed, we hebben er later ook nog wel eens met z'n tweeën over gesproken. Ja. En ze hebben ook gezegd, als inderdaad dat gevoel leeft van dat te vaak Hardenberg wordt gezegd, toen ben ik wel begonnen met ook, zeg maar, in mijn bijdrage, de algemene beschouwing en zo, wel altijd gemeente, op zijn minst gemeente Hardenberg. Dat lijkt me een goed begin. Ja, precies. Om dat toch helder uit te dragen. Ja. Dus zullen we dat er in ieder geval inhouden, dat we goed onderscheid maken in de gemeente Hardenberg en de plaats Hardenberg? Dat doen we zeker. Dan, tot slot, ik wil er geen zendtijd voor politieke partijen van maken, maar Hanneke, waarom zou het publiek op 21 maart 2018 50PLUS moeten gaan stemmen? Nou, iedereen die nog stemmen mag verloren gaan, is altijd mijn motto. En ik vind, wees wijs en stem op de goede partij. En 50PLUS niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Dus ik hoop dat ik nog meer jongeren krijg in de partij. Het zal gezellig zijn. Oké. Okay. Wiepie? Ja? Waarom zouden wij, onze kijkers, de stem moeten uitbrengen op de ChristenUnie dan wel op Wiepie van de Veen? Nou, liever niet. Dat mag wel altijd op Wiepie van de Veen noemen, maar doen we gewoon de ChristenUnie. Dat is het plaatje erbij. Bij het eerste van wat Hanneke zegt, sluit ik absoluut aan. Laten we er allereerst voor zorgen dat geen stem verloren gaat. En persoonlijk vind ik de slogan van de ChristenUnie er heel mooi bij passen. Want ik geloof dat we allemaal voor een waardevol Hardenberg gaan. Dus daar hoef ik niks over te zeggen. Maar wat ik heel tof vind aan de ChristenUnie is dat ze zeggen, geef geloof een stem. En ieder die zich daartoe aangesproken voelt, wil ik echt uitdagen om daarom op de ChristenUnie te stemmen. Aha. Ja. En tenslotte Martijn, CDA heeft als slogan mensen kleuren de samenleving. Ja. Mooie tot de verbeelding sprekende slogan, zou ik zeggen. Dacht ik ook, ja. Waarom zouden mensen op CDA moeten gaan stemmen? Ik denk dat de mensen op het CDA moeten stemmen, omdat ik ervan overtuigd ben dat het CDA de komende jaren dé lokale partij is. Mensen kleuren de samenleving. We zien steeds meer dat de initiatieven van de inwoners veel belangrijker zijn dan het initiatief van de gemeente. Waar wij echt voor willen gaan is om het belangen van de kernen te waarborgen. En dat zullen we ook doen op de kandidatenlijst, door daar een hele goede spreiding op aan te brengen. Zodat ook de belangen van iedere kern, groot of klein, gewaarborgd zijn bij de gemeente Hardenberg. Oké. Nou, mooi. Ik wens jullie allemaal een goede campagne toe. Dank. En een heleboel stemmen natuurlijk. We gaan het allemaal meemaken, beleven. Dank u wel voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Wij zijn van de partij. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, ook bedankt. Graag gedaan. Dank je wel.